U heeft de Willem Dielprijs gewonnen, dat heeft u gisteren gehoord. Wat houdt dat in? We hebben de prijs gewonnen van de beste renovaties binnen 2 jaar. Die wordt om de 2 jaar uitgereikt. En wij zijn zeer vereerd, want de concurrentie was groot en goed. En vooral ook de omvang van sommige woonwijken van 250 woningen. Het huis van de boulevard Heuveling, particuliere instelling. En wij hebben de Schouwburg gedaan. En de Schouwburg is dus in principe een kleine renovatie. Alleen de jury zag daar heel erg goed doorheen. En was zeer vereerd, ook verrast, dat met minimale ingrepen zoveel gedaan kan worden. En daar is die prijs op uitgereikt. Er waren 6 genomineerden. Daar bent u het van geworden. Hoe bijzonder is dat? Nou, het is bijzonder omdat het publiek prijs is. Het publiek mag stemmen en dat heeft gedaan. En de juryprijs. En de juryprijs is wel van een hoog niveau. En dat vind ik wel bijzonder, omdat ze de collega's heel anders nakijken dan de bevolking. Want die gaan er kijken hoe heb je het uitgevoerd, de intelligentie waar het mee gedaan is. Kunt u iets specifieker vertellen wat u gedaan heeft in de Schouwburg? Ja, we hebben in de Schouwburg hebben wij essentiële dingen teruggebracht. Zo bijvoorbeeld de lampen waren er niet meer, die hebben we laten maken. Die hebben we dus opnieuw ontworpen op oude foto's, hoe dat gemaakt wordt worden. En prijstechnisch hebben we die dus in het buitenland, in dit geval in China, laten namaken. En dat kon dus voor een bepaald bedrag en kon dat weer gerealiseerd worden. Alle kleine lampjes zijn ook weer teruggekomen. Het tapijt is heel bijzonder. Het tapijt ligt er als een soort tapijt wat ingelegd ligt als een ingelegd tapijt. Maar het is geprint. Dus we hebben het in laten meten en dan op banen van 4 meter laten printen. En als een puzzel in elkaar gelegd. Dat betekent dat de tapijtprijzen zijn betaald. En dat is aanzienlijk goedkoper dan dat je dat allemaal met handmatig moet maken. De Willem Dielprijs is gewonnen door dit mooie gerenoveerde nieuwe foyer. Kan ik bijna zeggen. U bent de opdrachtgever hiervan. Kunt u ons vertellen wat er allemaal gebeurd is? Ja, het is niet alleen de foyer. Het is zeg maar alle publieksruimtes van de Schouwburg zijn gerestaureerd, gerenoveerd. En in deze foyer, dit heette de Phoenix Foyer, was oorspronkelijk de grootste foyer van de Schouwburg. Maar de laatste 20 jaar werd deze foyer eigenlijk niet meer gebruikt als foyer. Hij werd nog wel gebruikt als speelplek. Er werden soms kleine voorstellingen gegeven. Maar hij was in de loop der jaren niet meer in gebruik als foyer. Hij was verduisterd, zwart geschilderd, veel dingen weggetimmerd. Dus niet meer een ruimte om het publiek in te ontvangen. Het is belangrijk, denk ik, omdat deze foyer de uitstraling heeft zoals wij denken dit gebouw bedoeld is. En ook een uitstraling waar het publiek zich prettig in voelt. En dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste. En u heeft de prijs gewonnen, dus, ja, de architect met u samen. U bent de opdrachtgever. Hoe belangrijk is dat voor u? Nou, zoals gezegd, dat is een ontzettende waardering voor je werk. Want je maakt plannen en de plannen die we gemaakt hebben gingen in die richting. We proberen het gebouw weer terug te brengen in zijn oude staat. De oude glorie, zeg maar, te herstellen. Maar je weet natuurlijk niet van tevoren in hoeverre je daarin slaagt. Veel dingen waren weg. Veel dingen hebben we opnieuw moeten laten maken. En als het resultaat dan dit is en ook nog een prijs oplevert en dan niet de eerste beste prijs. Het is toch een gerenommeerde prijs waar mensen die verstand van zaken hebben goed gekeken hebben. Wat is nou, wat vinden we nou waardevol? Ja, dan zijn we daar natuurlijk heel erg blij mee.